Vandaag een bijzondere aflevering van Survival at Home. Nou, een industrieterrein dit keer. Nee, dit is onze achtertuin. Oh ja, dit is onze achtertuin, dat klopt inderdaad. En die gaan we volgend seizoen opknappen. Goed, we hebben een nieuw kastje voor onder de... Open haard. Nee, de afvoer. De badkamer. Onder de afvoer. We vinden de kleur niet zo heel mooi. Nee, dus gaan we hem schilderen. Maar gewoon ouderwets met een kwast, dat vinden we niet leuk. Het moet natuurlijk... Nee, we hebben geen kwast. We hebben geen kwast. Laat die kwast lekker zitten. We willen het veel spectaculairder doen. Daarom hebben we waterballonnen. Zie je ze liggen? Maar die vullen we niet met water, maar met... Verf. En dan gaan we ze naar kastje gooien. Nee, schieten. Hier. Ja, maar ook een keer gooien. We gaan die verfballonnen katapulteren tegen het kastje aan. En Dennis ligt al bijna in de juiste houding. Ja, het is godverdomme koud. Nou, dan zal ik je maar een ballonnetje aangeven. Oké, ik moet dus zo mikken. Nou, hier geloof ik in, hoor. 1, 2. Oh, nou. Respect, hoor, ouwe. Mooi gemikt, hè? Zo, zal ik de volgende aangeven? Ja, doe maar. 1, 2. Come on! Oh, yeah! Hé, die was er nog beter, joh. Dat is best leuk zo. Ja, ik weet nu al, je hebt de lat weer hoog gelegd, want ik ga alles ernaast schieten. Shit. Ballonnetje zat je aan is gevallen. Ja. Ja? Moet ik omhoog of is het goed zo? Hey, dat ging al open. Kut, hij ging in het zakje open. Kijk uit. Oei, de broek is geraakt. Ah, shit. Het laatste ballonnetje mag jij gooien. Yes. En de schoentjes ook nog even vies. Nee, ah, die zijn gelukkig schoon. Dat was het, hè? Dan moeten we iets anders bedenken. Gelukkig gaan we nooit van huis zonder een bladblazer. Een verfblazer. Is dit niet de show? Gooi jij de verf ervoor? Ja, dat ging per ongeluk. Volgens mij heeft één iemand het script even niet gelezen. Ook rechts onderin, ja. Ik vind het mooi. Geen kwast, geen paniek. Pak uw bladblazer. Ik denk dat we dit ook makkelijk thuis zouden kunnen doen. Dit hadden we ook makkelijk thuis kunnen doen. Dit is precies hoe wij het wilden. Inderdaad.